En een false swipe. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Now Pikachu, lightning attack. Jullie mensen, welkom bij Pokémon Motherfucking Black. Wat een vrolijke muziek ineens. Wat is dit? Ik ben zo blij. En dan kom ik gewoon door de Pokémon muziek. Het is gewoon geweldig. Over geweldig gesproken, jullie zijn ook geweldig. Want de vorige Pokémon was natuurlijk weer massaal goed bekeken. En ik zie dat het zomer is, jongens. Het is verdomme gewoon zomer. Terwijl het eigenlijk nog steeds lente is. Maar dat boeit niemand. Maar in ieder geval, zoals ik zei, was de vorige episode best wel goed ontvangen. En daar was ik best wel blij mee. En mijn Pokémon zijn allemaal optimaal geheeld natuurlijk. En de vorige episode was ik voor mij dood gegaan. Toen ragequit ik een beetje, ja. Maar dat houdt me natuurlijk niet tegen om deze aflevering gewoon kaart te knallen voor jullie. En we gaan even op zoek naar de Pokémon. Nee, kijk eens aan, daar is hij dan. En wij gaan proberen deze episode gewoon die 8e badge, de laatste badge, te krijgen. Is het onmogelijk? Ja, ik denk het niet. Maar het is wel moeilijk, aangezien ik geen Ice-type heb. Dat is het enige jammer. Zo, hoppakee. Dat is één arpje naar boven. En het kopje gaat ook even draaien. En zie je daar? Daar zie ik de fucking gym leader al, jongens. We gaan er gewoon heen, hoppakee. En dan moet ik denken, welke kant op? Deze kant nog niet. Deze kant op. En dan gaan we zo. En dan gaan we zo lopen. En dan gaan we als het goed is over hierheen. What the fuck? Waar moet ik heen? Oh, wacht. Ik moet gewoon met de kop mee. Hoppakee. Deze kant op. En dan hier zo omlopen. En deze trainer heb ik voor mij nog wel verslaan. Oh, deze trainer die was zo vervelend. Die trainer heb ik niet kunnen verslaan. Maar deze keer. Oh, you gonna get it now, man. You gonna get it now. I eat OC. 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 Oké, deze Pokémon gaat gewoon even gerekt worden. Hij is natuurlijk Dragon-type. En water is niet goed tegen... Eigenlijk is niks goed tegen hem. Maar we gaan gewoon een Aquatail gebruiken. Want Aquatail is de strong move, man. Let's go, Aquatail. We moeten ongeveer... 1/3 damage doen. Tenminste 1/3. We hopen op de helft. Ja, bijna de helft. Oké. Het is goed genoeg. Goed genoeg voor mij. Hij doet een Dragon Rage. Dan krijg ik geen damage. Maar hij wordt wel een stuk sterker. Oké. Attacks naar boven en speed. Hij heeft de kans dat hij nu eerder attackt. Daarom doe ik een Aqua Jet. Want met een Aqua Jet ben ik sowieso eerder. En misschien heb ik hem quit met Aqua Jet. Dan heb ik hem misschien gekilld. Dat zou super chill zijn. We gaan even kijken. Nou, die ben close. Oké. Volgende keer moet ik gewoon weer. Bam. Super chill. Aqua Tail erop doen. Want ja, dan is hij gewoon dood. En dan als hij nog een keer Dragon Rage doet, dan heb ik helemaal geen last van. Kom op. Hij doet Dragon Claw. Dat gaat pijn doen. Dit gaat pijn doen. Open Glied. Oh, wat gaat gebeuren? Kom op. Oh, yo. What? No way. Oh, 70 HP. Hype. The hype is real. Oké. De fracture is dood. Als het goed is, heeft hij nu nog een fracture, dacht ik. Ik weet niet zeker. Ja, hij heeft er nog één. Oké. Wat ik dus ga doen, is Pokémon switchen. Ik ga killen. Dat is denk ik het best wel kunnen doen. Ik ga HM-slet ervoor gebruiken. Want hij kan zeg maar één attack gewoon nemen. Alright, een hyper potion gaan we gebruiken op meneertje Sanic hier zo. Hallo Sanic, be full HP, my friend. Be full HP. Fucking, oh nee, hij heeft Horny. Wat? Oh nee, Horny used. Ik dacht, wat fuck, hij heeft toch Sanic? Ik wou niet zeggen. Oké, hij doet een Dragon Rage. En dat vind ik best. HM-slet. Oké, ik denk niet dat hij heel veel kan doen, die HM-slet. Maar we gaan iets proberen. Wat zullen we doen? Wat een matslap is voor mij wel iets wat goed is. Oké, we gaan gewoon matslap gebruiken. Hij doet natuurlijk weer een dragon. De dragon clock, goddammit. Maar ik heb het overleefd, want ik kan niet doodgaan de eerste beurt. Ik kan niet doodgaan. Dus ik heb nu een klein beetje, heel klein beetje damage op gedaan. Kijk, heel klein beetje. Maar zijn accuracy naar beneden. En dat is heel belangrijk. Zijn accuracy naar beneden. En heb je kans dat hij nu misschien mist? Laat het ook zijn. Nee? Dat is nou weer jammer. Not very effective. Hij was zo not very... Hij was not very effective en... Huh? Hij was not very effective, maar ik had 1 HP. Huh? What? En hij void attack. What? What's happening? Ik snap hier geen kloot van. Ik vind best. Ik ga zijn accuracy helemaal naar beneden gooien. Fuck die bitch. Ah, doet Dragon Claw. God damn it. Alright, hij is dood, maar... What the fuck gebeurde er? Hij had 1 HP. Not very effective. Moet hij toch gewoon dood zijn, of niet? Dat zal mijn worst wezen. Oké, Sanic, jij gaat hem nu killen. Jij gaat die motherfucker ga je killen. En ik heb ook iemand gezien in de comments. En die zei, Link, goed opletten. Want de gymleader heeft deze Pokémon, maar dan de evaluatie ervan. Ik dacht van mezelf van, no, are you kidding me? En dat wordt een beetje een narheid. Dat wordt echt een narheid. Maar, ik weet zeker dat ik hem kan verslaan. Ik weet het zeker. We gaan gewoon van tevoren naar Pokémon Center. En we gaan ze dus gewoon dubbel en dwars rekken. Dat komt sowieso goed, jongens. Wees maar niet bang. Maar hoeveel damage doe je mij? Nou, die van close, man. Oké. En ik kon als eerste beginnen. Dus dan ga ik nu nog eens eerst beginnen met een Aqua Tail. En je fight attack. Dragon. Nee. No.
No. No. Oh, kijk XHP. Kijk XHP. Oh my god. Oh my god. Dit is... Oké. Oké, goed nadenken. Wukong. Wukong kan even de meeste klap opvangen aangezien hij maar 2 levels lager is. Wukong, jij moet 1 smackdown op die gast doen. 1 smackdown, jongen. Een flame burst doe jij. Een flame burst. Een dragon claw. Kom maar op, jongen. Hier, doe maar hier. Hier, doe maar. Doe maar. Kom maar. Wukong, nee. Oh shit. Oh god, dit is niet goed. Oké. Nadenken. Ik ga Kokoloko inzetten. Want Kokoloko heeft een attack die snel is, als het goed is. Hij heeft een attack die snel is, denk ik. Hij heeft charge beam. Maar charge beam gaat altijd eerder. Of niet. Maar hij avoid attack. Boom. Kom op. Kokoloko. Kom op. Oh my god. No way. Charge beam, kom op. Nee, avoid. No. Tot HP. Are you kidding me, jongen? Dit kan niet, oké. Krokkie, luister goed. Jij wilt toch zo graag grote jongen worden? Dan ga jij nu deze man avoiden. De attack is naar beneden. Dan kan jij dit, jongen. Oké. Mudslap. Doe een mudslap in de face. Dragon Claw, die overleef je. Die avoid je. Mudslap. Auw. Oké, maar ik heb hem gekild. Auw, dat deed pijn. Oh, ik was zo excited dat ik op mijn tafel was slaan. Maar dat deed ontiegelijk veel pijn. Oh my god. Dat deed ontiegelijk veel pijn. Oh, Krokkie is gewoon bijna 2 levels up. Oh my god. Bijna de inzien. Ik ga even naar het Pokémon Center toe. Alright, dan we jumpen. En dat hoofdje gaat gewoon lekker... Ja, het pootje gaat allebei omhoog. En dan gaat die kop gaat zo uitstrekken. En dan kunnen wij eindelijk naar boven toe. Naar de volgende etage. En daar is zoals het goed is de witte draak. En bij die witte draak moeten we, als het goed is... Ik weet niet zeker, ook 2 trainers verslaan. Maar die kunnen wij aan, denk ik. Of misschien dan niet. Ik heb geen flauw idee. Ik hoop dat jij geen stomme Pokémon hebt. Net als die andere Pokémon van net, weet je wel? Die nare Pokémon met die 2 van die scherpe... tanden of zo, weet ik veel wat het zijn. Als je die hebt, word ik naar. Goddammit. Maar, gelukkig heeft ze er maar 1. Ze heeft er maar 1. Doe 3 keer Dragon Rage, vind ik het helemaal best. Nou, maar voor de rest met rust. Is dat goed? Is een afspraak? Mooi. Dat is een deal. Aqua Tail in je face. Ik hoop dat je doodgaat. Gewoon critical hit. Gewoon 1 keer weggevaagd van de wereld. Ja, waarom niet? En Dragon Rage, oké. Dragon Dance of zo, maakt niet uit. Vind ik best. Doe het hierna nog een keer. Doe het bij deze beurt nog een keer, alsjeblieft. Dan ben ik blij. Want dan heb ik je gewoon geclean killed. Dat is gewoon fijn. Dan ben ik gewoon niks qua HP kwijt. Dan ben ik blij. Kijk. Je kan niet blijer worden hier, hè. Je kan gewoon niet blijer worden. Ik word hier gewoon blij van. Maar je hebt natuurlijk een grote kans dat hij nu genoeg speed heeft. Dus ik doe een Aqua Jet. Doe ik dan genoeg damage? Dat weet ik niet. Laten we testen. We moeten gewoon riskeren. Kom op. Aqua Jet, genoeg damage. Kom op. Bam. I took the risk. I did it good. Oh god, lekker. Lekker zijn ik. Good job. I'm so proud. Oké. Oh, dat hebben we even goed gefixt. Oké, we gaan verder. Twee zwarte draken. Oh, ik dacht dat het ook een witte draak zat. My apologies, ik heb niks gezegd. Oké. Mijn kop gaat naar beneden. En zometeen, bij de volgende, als we hierop stampen, dan gaat die kop omhoog. Denk ik. Ja, dan gaat de kop omhoog. Mooi. Gaan we deze kant oplopen. En trainer. Thanks for coming. I hopefully welcome you. But I may be a little rough on you. Goddammit. We hebben nog een trainer. Hij heeft dit keer een andere Pokémon. Oh, hoe kan dit, jongens? Oh my god, een andere Pokémon. En het is ook zo'n ontiegelijk lelijke Pokémon. Het is echt een van de lelijkste Dragon-type Pokémon die ik ooit in mijn leven heb gezien. Je kon zoveel doen met deze Pokémon, maar... You just had a ruined Game Freak. Je moest het gewoon verneuken dit. Oké, maar... Aqua Tail. Hoeveel damage doet dat? Ontiegelijk weinig. Oh. Ik denk dat deze bitch een beetje kut wordt. Sandic was hurt. Oh, dus als ik hem aanval, krijg ik pijn. Nice. Fijn. Leuk. Ja. Leuk. Nou, zijn mijn aanval krijgt ook pijn, maar... Niet leuk. Nee. Vind ik niet leuk. Oké. Hoe we dit gaan oplossen? Geen idee. Nog een Aqua Tail. Boeien. Hij heeft Void Attack. Verdomme, hij doet revenge. Maar de revenge doet niet veel pijn. Want. De reden daarvan is.
is ook niet aanviel. Dus, dat is mooi. Maar hij gaat zo meteen weer een revenge nemen. Dus ja, Akatel weet je, boeien. Ik ga sowieso dood. Na deze beurt ben ik dood. Ik ben dood. Maar, hij is niet dood. Pijnlijk dit. Night slash. Avoid, please. Nee. Niet doodgaan, alsjeblieft. Dankjewel. VIP. Hij is dood. What? I'm the fucking Pokémon Master. I'm the Pokémon Master here, bitch. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Cocoloco, level 39. Oh yeah. Oh yeah. Uh-huh. What you gonna do? When I come for you. Cocoloco. He's evolving. Oh my god. Oh yeah. Daar gaat hij dan, jongens. Da-da-da-da-da. Oh yeah. Oh yeah. Eindelijk. Weer een Pokémon die evolueert. Cocoloco. You're so majestic. Je bent zo mooi nu. En een Electric. Geen idee. En hij leert Crunch. Maar hij heeft al 4 moves. Maar die gaan we even leren. Dat is een bijtaanval. Welke aanval? Even kijken hoor. En deze doet 4, 5. Ik denk dat deze beter is. Deze Charge Beam. Get the fuck out. Alright. Maar, ik heb een verrassing voor jullie. Want je zou denken van, Link, je hebt nou net je Cocoloco laten evolueren. Zou het niet leuk zijn als die misschien een klein beetje per ongeluk nog eens evolueren? Zou het niet leuk zijn? I think it will be wonderful. Let's do this. Oh my god. Cocoloco is evolving. Look how majestic. It's hentai, dude. Cocoloco is hentai, dude. It's an Electros. Oh my god, hij is zo blij, hij is zo vrolijk. Yay! If you're happy, clap your hands. If you're happy, clap your hands. If you're happy, and you really want to show it. If you're happy, clap your hands. En jongens, ik heb nog steeds geen Firestone. Just want to point it out voor Coco, of nee, voor Wukong. Dus, dat gaat niet werken. En, was dit de allerlaatste? Dit was de allerlaatste, hè? Dit was de allerlaatste battle. Ik ga nu, jongens, ga ik naar het Pokémon Center toe om mezelf voor te bereiden voor deze mother... Fuck. Heb ik er nog één? Is dit narheid? Hallo? Ik heb nog een battle, hè? Oh my god, ik heb nog een battle. Are you kidding me? Deze gast, Tom, heeft 3 fucking Pokémon. Dus 3. Are you kidding me? En dan... Kom weer tegen deze Oh my god. Allemaal Dragon types. Ik word hier na van. En ik heb maar 4 ontiegelijke HP, ouwe. Akatil. Die doet misschien meer dan de helft. En dan is hij done. Dan is Sennik dood. Oh my god. Dit wordt echt naar. Dit is echt naarheid. Ja. Ja. Wat? What did you? Quit. Fist bump that shit in the air. Holy shit. Hoe lucky kan je zijn? Oké. Cocoloco. Ja, zometeen ga ik je XP char even wisselen. En een Fracture. Dat is die... Dat is die vervelende klote Pokémon, hè? Nou, weet je wat? Ik kan tenminste damage doen met een Akatil. En dat is dan ook. Dan ben ik klaar. Dan is hij gewoon... Dan, ik heb nu ongeveer... Hoeveel? 1/3 HP ongeveer van weghalen. En dan is het gewoon... Sennik is gewoon dood. Of... Hij doet meer damage. En een False Swipe. Oh my god. Mijn hart. Oh. Wat heb ik een geluk vandaag. Oh my god. God staat er mij bij. Arsjes. Dankjewel. Oh. Het is geweldig, jongens. Laatste Pokémon. Kom op. 1 HP, Sennik. Kom op. Die kan je niet one-hitten. But believe. Believe in justice, my friend. Believe in justice. Je maakt jezelf nu dood met die Aquatil. But believe in justice. You must just gotta believe. Geweldig, jongen. Sennik. Ik had het niet beter gekund. Ik had echt niet beter gekund. Hij heeft gewoon 2 Pokémon gedemolished. Net fucking half HP er gewoon af. Nee, dat kan gewoon. Oké. Cocoloco. Shine, my friend. Shine. Laat zien. When I'm gonna make it shine. Je ziet er zo awesome uit. Oké. Wat wij gaan doen. Is een Spark. Ja, een Spark doen. Spark is geen Psycho Move. Waardoor hij dus geen damage krijgt van zijn stomme klote huid. Maar. Dat krijgt hij dus wel. Auw.
Daar had ik niet over nagedacht. Maar hij doet Dragon Claw en dat overleef ik. Dat overleef ik. Ik zeg dat jij dat overleeft. Ik beveel het je. Oké. Dat heeft natuurlijk geen genoeg damage gedaan. Dan doe ik maar een Dark Attack. Misschien doet dat meer damage. Ik hoop het dat ik nu genoeg damage doe. Want met Spark kan ik hem niet killen. En hiermee wel. Critical hit. Boom. Rough skin. Don't even give a damn, jongens. Ik ben voor mij klaar met de trainers. Ik ga nu naar de Pokémon Center toe. En zie ik jullie bij de gym leader. Are you freaking kidding me, ouwe? Ik zie dat daar ook nog een train. Nou, dat is niet waar. Oké, ik loop deze kant op. Ik weet niet of ik goed loop. Ik heb geen flauw idee. Maar ik zag daar net nog een trainer. Is dat de bedoeling? Ik hoop het niet. Volgens mij haat Game Freak mij, ja, echt. Volgens mij is Game Freak echt zo van... Link, ik ga je even helemaal gewoon een klootzak van je maken. Alright, ik heb Sennik weer levend gemaakt voor deze battle. We gaan deze gast gewoon eventjes one-hitten. Net zoals bij die andere. Gaan we deze gewoon even... Even door midden hakken. Hoppen. Ah, dat gebeurt nu niet. Waarom niet? Work up. Oh god, wat is work up? Wat is dat? Geen idee. Het is niet dodelijk. Gelukkig maar. Oké, we hebben nog maar één Alcatel. Deze moeten we wel gebruiken. Ik weet niet hoeveel Pokémon hij heeft. Ik heb er niet gekeken. Ik hoop dat hij maar maximaal 2 Pokémon heeft. Echt geen 3. Dan word ik echt gewoon zuur. Dan word ik echt gewoon zuur als hij 3 Pokémon heeft, ouwe. We gaan even kijken. Rustig. Rustig kijken. Adem in. Adem uit. En deze, dat is voor mij die met die rare skin. Deze Pokémon voor mij. Ja, dat is die nare Pokémon met die rare skin. Oké. Dit is de laatste Pokémon. Dat kan. Dan doe ik revenge. Als goed doe ik ook revenge. Oh, hij heeft weer een claw. Dan ga ik heel veel damage op je doen, jongen. Ik ga heel veel damage op je doen. Revenge, kom op. Oké, Rocky Helmet heeft iets gedaan. En nu revenge. Kom op. Kill hem gewoon. Kill die dude. Kill hem alsjeblieft. Ik ben echt gewoon zat hier. Oh. So close. Maar, fighting is blijkbaar oké tegen draak. Dus dat is fijn. Maar ik doe een aqua jet, want ik wil hem gewoon killen. Op gewoon eerste fucking move. Hoppakee, let's go. Kill hem. Alsjeblieft. Not even close. God damn it. Rocky Helmet. Thank you, Rocky Helmet. Jongens, nu weet ik 100% zeker. Ik ga naar de Pokémon Center toe. En ik zie jullie bij de Pokémon Gym. En Kassanix level up. Good job, man. Good job. Oh my. Are you... Ik loop serieus weg. En wat kom ik te... Dudes. Ik loop serieus weg en ik kom haar tegen. Ik zat serieus gewoon in mezelf gedachten en... No way. 2 Pokémon, nah. Geen Alcat. Ik ben hier echt zo zat mee, hè. Goed, de eerste Pokémon is dood. Laatste fucking Akajet. Ik word echt gewoon spuugziek van deze gym, echt, ouwe. Ik ben echt zo blij als ik hem dadelijk gewoon die gym leader echt gewoon een pakkie van zijn eigen deeg heb gegeven. Ik weet fucking niet hoe het spreken wat het gaat, omdat ik helemaal gestrest ben. Maar ik ben dadelijk zo blij dat ik weg kan. En nu lekker naar het Pokémon Center toe. Alright jongens, laat eventjes een comment achter op welke minuut jij nu aan het kijken bent. Dus welke minuut en welke seconde jij nu op het moment aan het kijken bent. Want ik ben nu op het moment iets van 35 minuutjes aan het opnemen. En dat is echt gewoon een vergelijking met wat jullie nu zien. Is dat echt een struggle. Thank you for coming. I am the Bubble Gym Leader. Bam. Die kan je van me krijgen, jongen. Deze kan je van me krijgen. Oh. I'm so motherfucking ready for you. Oh yeah. Alright, 3 Pokémon's. We gaan beginnen met deze allereerste. De almachtige Fraxure. Wat heb ik een hekel aan jou, Fraxure. Wat heb ik een hekel aan jou. Alright, wij gaan het eventjes fixen. Een Aquatil. Een klein little bit of Aquatil in your face. Hohoho, jij gaat zo dood, jongen. Jij gaat zo dood. Oh, lekker damage. En een Dragon Dance. Doe hierna alsjeblieft nog 1 Dragon Dance. Dan ben ik blij. Nog 1 Dragon Dance, ja? Afgesproken. I couldn't see you coming, blah, 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 blah. You didn't see it coming? Better watch out. You better watch out. Na, 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 na. Alright, Aqua Tail. En... geen kut, jammer. Maar, een long Dragon Dance. En dat is fijn, want dan kan ik gewoon nu een Aqua Jet doen. Waardoor ik dus geen damage heb gekregen van deze Pokémon. Deze is gewoon goed. Oké, Aqua Jet, kom, let's go. Fuck. Ik bedoel, niet handig. Al kunnen raden, want ja, gym leader, hè. Shit, oh god, oké. Niet slim. Maar, hij heeft wel in ieder geval die damage gekregen, dat is op zich wel fijn. 2 Aquatils en dan moet dood zijn.
Hij doet een Dragon Dance. Nice. Nice, 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 nice. De volgende beurt heeft wel een tierlijk veel attack. Hij heeft wel een tierlijk veel attack. En hij heeft een tierlijk veel speed. Dus dat heeft natuurlijk als reden. Want hij zou meteen als eerst kan beginnen. Niet heel goed. Niet heel goed. Maar, volgende beurt is hij wel dood. Als ik dit overleef, is hij dood. Ik mag eerder beginnen. What? Hoe dan? Geen idee. Don't question it. Dankjewel, Arches. Je bent een geweldige god. Goddammit. Alright. Eerste Pokémon is dood. Geen HP verloren. Krookje level up. Kan niet beter. Kan niet beter. Oké. Tweede Pokémon. Een Dradigan. Die moet ik pakken. Die moet ik eventjes pakken. Dat is die kleine met dat kleine hoofdje, toch? Oh nee, dat is die vervelende met die klote skin. Oké. Gaan we ook fixen. Aqua Tails. Gewoon twee Aqua Tails. Done for it. Eigenlijk drie. Maar hij doet genoeg damage. Aangezien Rocky Helmet zo meteen op zichzelf. Of juist niet. Oké, damage. Dit doet best wel wat damage. Ah. Zonder Aqua... Of Dragon Tail. Geen Aqua Tail. Hij doet Dragon Tail en ik Aqua Tail. Maar, zo te zien, heeft hij meer damage gehad. En, wat gebeurt er? Welkom. Welkom. Doe hier. Jan. Jan is de beste aanval. Jan. Laat die bitch maar lekker slapen. Slim. Slim voor mij. Nightshade. Did you give a damn. Volgende beurt. Doe jij zo meteen een aanval. En daarna slaap je. Fire Blast. Hoppakee. Laat maar zien wat je in huis hebt. Fire Blast. Oh yeah. Hoeveel damage doet dat? Niet heel veel. Maar, als je dit overleeft, Wilkom, kan je hem killen. Of je overleeft niet. En dan gaat iemand voor hem killen. Maakt ook niet uit. Hij slaapt. Nice. Oké, Krookie. It's gonna be your turn. Krookie, jij gaat het doen. Want dan kan ik Xenic even bewaren. Ik kan Xenic bewaren. Dat is heel slim voor mij. Al ben ik toch slim. Alright. Hij is nu eventjes attack naar beneden. En doe gewoon Mud Slaps. Want Mud Slaps zijn zo ontzettend goed. Want dan is Accurate naar beneden. Voor het geval dat hij dadelijk wakker wordt. Ah, dit is zo weinig damage. Oh god. Hij is nog steeds aan het slapen. Vind ik best. Oké. Okay. Ga gewoon door. Ga gewoon door. Mud Slaps. Mud Slaps all over the face. All over his face. Alright, ga kijken. Het is altijd eigenlijk weinig damage. Maar Accurate gaat steeds naar beneden. En hij doet chip away. Oh god. Oh god. Oké, we doen een dig. Hij heeft natuurlijk een dig geleerd, want daar was level up. Is under the ground. Yeah, 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 yeah. Alright. Hij doet revenge. Kan geen revenge doen, want ik deed niks. En hoe doet ik? Hoeveel damage? Hoeveel damage? Zeg alsjeblieft dood. Bijna dood. Ah, zonde. Zonde, zonde, zonde. Maar hij doet revenge. En het einde van Krookie. Krookie. Je valt wel, mijn vriend. Je valt wel. Ah, zo zonde. Could quit, ja. Moet nog overdrijven ook. En super effectief. Ja, zonde. Maar. Hij is wel bijna dood. En dat betekent. Dat ik met Senna kan killen. Of met Coco Loco. En ik denk dat ik met Coco Loco ga. Want Coco Loco. Die mag voor mij wel. In principe. Net zoals ik de naam zeg. Dood. Maar. Ik wil Senna behouden. Zal ik zo zeggen. Ik wil Senna bouwen. En dat gaan wij doen. Door een crunch op het te doen. Nee, we doen gewoon een spark. Want sparkies zijn cool. En het. Potion. Ik vergeet steeds dat de gym leader is. Oh god, dit is zo naar. Dit is zo naar. En dit doet totaal geen damage. Dit doet totaal geen damage. Dit is naar. Dit is zo naar. Dit is niet leuk. Stop, hou op. Nee. Nee. Hij had dat. Maar paralyzed. Hij kon niet moven. Nice. 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 Hij heeft kans dat hij niet moved. Oké. Okay. Crunch. Hoeveel damage doet dat? Veel meer? Oh, dat is gewoon normaal. Oeh, dat is nice. Oké, hij is paralyzed. Nice. Nice. Kom hier met die dark aanvallen. Kom hier, Coco Loco. Laat die dark aanvallen zien. Laat het eens broeien. Oh, je kan hem killen. Je kan hem killen. Revenge. Overleef het. Overleef het. Overleef het. Oh, zo spannend. Zo spannend. Oh, god. Oh, god. Oké. Oké. Kom op. Kom op. Kom op. Kom op. Kom op. Kom op. Oh, no. 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 Hij voert de attack. Er is nog kans. Er is nog kans. Kom op. Arsjes. The god of them all. The god of them all. 3 AP, dankjewel, Arsjes. Dankjewel. Level 40 Coco Loco. Damn, dude. Damn. Nu 6 AP. En dan give a damn. Lekker gedaan, alright. Haxorus. Wie is dat? Geen idee. Geen idee. De evaluatie ervan. Oké. Okay. Dat betekent dat ik nu met mijn laatste HP probeer een Thunder Wave op te doen. Nice. We hebben geïnvesteerd in een Thunder Wave met deze Coco Loco. We hebben geïnvesteerd in een Thunder Wave. Ik ben blij. Ik ben blij. Een Thunder Wave op zijn face. I can move. Nice. We kunnen nog gewoon een klein beetje even wat tikjes op hem doen. Gewoon even wat tikjes. Kom op. Kom op. Kom op. Kom op. Dan kan zo meteen Senic. Kan hem wipen. Wipen. Dragon Tail. Goed gedaan, Coco Loco. Ik ben trots op je. Ah. Deze muziek, jongens. It's gonna be time.
Time for me to get my last badge. Alright, Sennik. Het is tijd voor ons om aan onze kijkers te laten zien dat wij niet met ons wordt gesold. Aquatail, jongeman. Aquatail, je bent sowieso als eerste, want hij is geparalyzed. Laat zien wat je in huis hebt, meneer. Laat het zien. Ha ha ha. Ha ha ha. Dragon Dance? Ha ha ha. Dragon Dance my ass. Kom op. Quit or quit, jongen. Quit or quit. Quit or quit. Kill hem. Kom op. Kom op. Zijn ik. Kom op, ik geloof in je. Oh. Zometeen komt sowieso mijn hype potion. Ik weet het sowieso zeker. Ik weet het sowieso zeker. Dus, wat ik ga doen, is nog Aquatail. Hey, hij heeft geen hype potion meer. Wat gebeurt er? Wonderful. Wonderful. Alright, jongens. Laat vooral een like achter. Vergeet niet te abonneren. Laat een comment achter. En zijn mening. En dat is... Later. Later. I just start with the Star Team in the face, you motherfucking dragon. Ha, ha, ha.